Heel lang hebben we informatie, als we dachten aan informatie, dan zagen we meteen een boek of een tijdschrift of een tv-uitzending voor ons. Dat klopte tot over x aantal jaar. Maar met de komst van smartphones, van internet en dergelijke meer, is informatie veel ruimer gegaan. Ik denk dat mensen nu ook wel internet en dergelijke meer met pagina's als informatie gaan bekijken. Maar met smartphones is er nu zelfs nog iets anders, namelijk apps die je kan gebruiken. En dat zijn ook informatiebronnen. Stel, ik wil meer informatie over sterren kijken. Dan kan ik boeken gaan opzoeken over sterren kijken. Kan ik websites gaan opzoeken over sterren kijken. En die gaan mij allemaal wel informeren. Maar mijn smartphone kan mij even goed informeren. Want er zijn tegenwoordig allerlei apps. In een smartphone zit er onder andere een kompas. Er zit een GPS en dergelijke meer. En al die gegevens worden samengelegd. En zorg ervoor dat ik via die apps gewoon kan kijken naar de sterren en informatie krijg over die sterren. Ja, dat is nu één voorbeeld. Er zijn allerhande apps die ik kan gaan gebruiken. In Google kan je heel makkelijk op apps zoeken door in de tab apps te gaan klikken. Ik kan filteren op de prijs, de gratische en de betalende. En het goede is dat je via Google wel zoekt in alle formaten, dus zowel iOS, dus voor iPad, als dingen voor Android. Windows zit er niet in. Mensen die in Windows willen zoeken, die met een Windows telefoon, die moeten via Windows zelf gaan zoeken. Nu, het is wel zo dat sowieso de Windows Phone minder geschikt is voor apps dan de Androids en de iOS toestellen. Die hebben veel meer mogelijkheden. Maar dus, wat je ook wil gaan doen, in mijn geval nu sterren kijken, dan kijk ik op apps. Ik wil een gratis app. Voilà, bijvoorbeeld Night Sky Light. Ik kan dat bekijken en hier zie je hoe het werkt. Je hebt allerlei apps. Bijvoorbeeld, ik ga iets tuinieren. Als bijvoorbeeld voor tuinieren, je hebt de mijntuin.org. Die gaat u zeggen wanneer dat je wat moet gaan aanplanten en dergelijke meer. Je hebt apps waarmee dat je fiets-GPS kunt hebben. Je kan het zo gek niet bedenken of je hebt er wel een app voor. Maar de conclusie van het verhaal is, denk niet altijd. Als het over informatie gaat en informatie zoeken, denk niet altijd alleen aan de klassieke informatiebronnen, zoals boeken, tijdschriften, tv-uitzendingen, websites. Maar ga ook eens gaan kijken binnen die apps. En misschien vind je wel een app die heel geschikt is voor hetgeen wat jij wil gaan doen.